Welkom iedereen die hier aanwezig is. In het bijzonder wethouder Erik van Daal, die dadelijk samen met Marietje van Uden het lintdeur zal knippen als de oudste inwoner van Wilverdoord. Alle vrijwilligers, iedereen die meegeholpen heeft, geschilderd heeft. Ik noem geen namen, want straks vergeet ik iemand, dat vind ik ontzettend vervelend. Ik kan wel vertellen, na de jaarvergadering zijn we met een groepje bij elkaar gekomen om die zorgwerkgroep op te zetten. Ik moet heel eerlijk zeggen, we wisten ook niet waar we aan begonnen. En hoe dat eruit moest zien of waar, wisten wij allemaal niet. Maar we doken er met z'n allen in. Gelukkig kregen we toen van het leefbaarheidsbudget een mooi bedrag van de gemeente. En daar konden wij mee aan de gang. Wat ons heel erg bezig hield was, wat willen de mensen van Wilverdoord? Willen ze alleen maar kaarten? Willen ze gezellig buurten? Willen ze een spelletje doen of een krantje lezen? Waar geeft de Wilverdoordse mensen de voorkeur aan? Toen hebben we een avond georganiseerd in, weet ik niet meer, september of zo, in de werk in ieder geval. En daarin kwam naar voren dat de meeste mensen het heel belangrijk vonden om het samen zijn. Dus niet zozeer om te kaarten, natuurlijk ook, maar het echte samen zijn met elkaar, het gezellig bekje koffie bij elkaar drinken, een buurtje te houden bij elkaar. Ik had een mooi papiertje gemaakt. Ik denk, ik ga ook het een en ander vertellen, bijvoorbeeld over leefbaarheidsbudget, et cetera. Maar ja, al het gras is over me goed weggemaakt, hè. Dus het papiertje zullen we nog maar even wegdoen. Daar hoef ik toch niet meer op te kijken. Mensen komen bij elkaar, buurten een beetje, kaarten als ze zin hebben, sjoelen als ze zin hebben, wat ze maar willen, het is allemaal goed. Nou, dat hebben wij gezien als gemeente, dus we hebben ook niet lang na hoeven te denken om ook dit initiatief te ondersteunen, waar we dus ook van harte hebben gedaan. En dan mag ik zo meteen met mevrouw Marietje van Uden, mag ik dat openen? Dus ik ben helemaal vereerd. Ja, 1, 2, ja! Dus mag ik jullie bij deze een tablet overhandigen waar jullie misschien zeker iets aan hebben. Ik heb hier aan de microfoon Mientje Jansen. Mientje, ga je straks ook gebruik maken van dit? Ik ga er gebruik van maken, natuurlijk. We zien wel hoe we dat kunnen. En willen dan hier een kaartje komen leggen of een keer joelen? Ja, dat kan ook. Ja, joelen de boelen kan ik ook. Dus we zien wel. Het is altijd goed. En we hebben dinsdag hier een gym. En dat is om 9:45 afgelopen. En dan kunnen we meteen blijven zitten. Ik heb gezien dat je het straks zo netjes geopend hebt. Willen straks ook gebruik maken van dit huiskamerproject? Ja, ach, de tijd heb wel. Ik moet ook al eten koken. Nou, televisie kijken en misschien jokeren. Nou, daar krijg je zeker de gelegenheid voor. Ja. Want jouw leeftijd was ook alweer? Ik ben er 89 geworden in december 90. Ik zit hier bij de familie Van Daal. Met drie man sterk, zie ik wel. Gerrit, ben je ook van plan om gebruik te maken van de ontmoetingsruimte? Af en toe denk ik, maar ik kom er toch al dik genoeg hier. Ja, maar dat is dan op een andere manier om te bejachten en toneel te spelen, maar... Ja, nou, en dan gaan wij nog heel dik wat fietsen. Dan zal er voorlopig nog niet zo heel dik behoefte aan hebben dat we hier zien. Maar af en toe zal ik zeker wel eens af en toe binnenlopen en kijken of alles functioneert. Ik zit hier aan tafel bij Miet van Leuken. Miet, goedemorgen. Goedemorgen, Martin.
Ik heb gehoord dat je ook echt gebruik wilt gaan maken straks van de ontmoetingsruimte. Ja, dat wil ik wel doen, ja. Ja. En dan ga ik weer iemand ophalen die anders hier niet kan komen met de auto. En dat is Miet van de Bungelaar. Ja. Ook Miet Ermens dan, zeg maar. En die nu gaat kaarten. En kaarten is maandag s'avonds werken doen. En dan willen ze graag hier komen kaarten. Dat het goed gaat en dat, ook, ja, dat er ook wat mensen komen ja, bij elkaar te zien en zo. Dat hoop ik wel, dat er van elkaar komt. Ja, en als ze verkaarten moeten toch met z'n vieren zijn, hè? Ja, maar dat zien we wel, denk ik. Dat zien we wel. Ja, maar als alle mensen die van toepassing is regelmatig komen, dan lukt het toch hartstikke vol. Dan werd dat vast en zeker één groot succes, zoals ik in Wilbertoort gewend ben. Dus, Dankjewel.